Ja, digitaal vermogen, ja, het klinkt al bijna als een containerbegrip. En ik, voor mij is het eigenlijk niet meer dan, ben je nou in staat om je organisatie inzichtelijk te maken op een aantal aspecten. De kracht, hè, met andere woorden, hoe opereer jij met je organisatie binnen het digitale speelveld ten opzichte van je concurrentie. De macht of de kunde van jouw organisatie in dat digitale speelveld. Wat kan je nou, welk vermogen heb je nou precies uiteindelijk. En tenslotte potentie, oftewel okay, het vergezicht. Kun je nou iets verder vooruit kijken, waardoor je dus eigenlijk moet zeggen, okay, dat is mijn potentie, daar werk ik daar naartoe. Op het moment dat ik mijn concurrentie versla, dan maak ik deze punten en dan kom ik daaruit. Igor Beukeren, die zegt een paar weken geleden eigenlijk op Instagram. Dat vind ik echt een mooie situatie. Hij zegt, ja, we hebben nu op dit moment, hè, als je van Formule 1 houdt, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan heb je een safety car situatie. De gouden tip, denk ik, in deze tijd. Hè, misschien heb je op dit moment, als je iets achterloopt, wel geluk dat het wat langzamer gaat. Ja. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, maak wat pas op de plaats even met allerlei andere zaken die je misschien zou doen. Ga gewoon eens heel simpel een quickscan maken van je organisatie. Ja. Oftewel, kijk nou hoe digitaal volwassen je bent. Als jij dus je reputatie goed op orde hebt en je bent dagelijks aanwezig, dan zul je zien dat je eigenlijk minder geld nodig hebt voor je marketing. Want je hebt al connectie die je onderhoudt en je hebt al mensen die geïnteresseerd zijn in jouw dienst of product. Mm-hmm. Het is marketingefficiëntie, het derde doel, eigenlijk een soort kostenbesparend doel, zeg maar. Ja. Dat klinkt ook weer als muziek in de oren. Die zes profieltypen uiteindelijk, dat zijn dus onbekende, dat zijn nieuwsgierigen uiteindelijk, dat zijn dan overtuigde. Ja, dan heb je de koper en de ambassadeur die je hebt. Nou, dat zijn de profieltypen die dan voorbij komen. En dat is allemaal wat we kennen. Als we op gezette tijden komen, een aantal zaken voorbij, dat ga je dus volgen. Dan raak je betrokken en uit die betrokkenheid ontstaat interactie, zeg maar. Ja. Nou, dat is dus een economisch model en dat is eigenlijk wat je meetbaar kan maken. Ik vergelijk het altijd een beetje met muziek, hè? De receptenplatform. Een artiest, ja, het is leuk als je naar een concert gaat en wanneer die allemaal nieuwe hits speelt, of een nieuwe liedje speelt. Maar als die traditionele hits niet voorbij komt, dan loop je de volgende dag te blaren op internet uiteindelijk dat het een kutconcert was uiteindelijk.